Midnight Club Los Angeles bouwt verder op de fundatie van de eerdere deel uit de Midnight Club franchise. Dat betekent dat we dit keer door de straten van Los Angeles kunnen racen. Maar race deze game goed genoeg om misschien wel de beste race game van het jaar te worden? Midnight Club Los Angeles speel jij als een onbekende straatracer uit een andere stad. Wegens problemen kom je naar Los Angeles met de bus en heb je iemand gebeld die een auto heeft geregeld. Nu je een eigen auto hebt, ga je doen waar je goed in bent, namelijk races winnen. Met racers verdien je niet alleen geld om auto's mee op te knappen, maar ook reputatiepunten die nieuwe races, auto's en onderdelen voor auto's vrijspeelt. Het verhaal speelt geen grote rol in deze game, maar dat mag de pret niet drukken. Er is namelijk genoeg te doen in deze game. Midnight Club Los Angeles moet het niet hebben van zijn diepgaand verhaal. Dit maakt echter niets uit, aangezien de game heerlijk wegspeelt. Het rijden geeft een gevoel van snelheid, terwijl je nog steeds het gevoel van controle hebt. Vooral de racers op de snelwegen zullen je reactievermogen op de proef stellen, aangezien er talloze andere automobilisten zijn die zich tussen jou en de finishlijn bevinden. In de singleplayer van Midnight Club Los Angeles zijn er veel verschillende races. Zo heb je bijvoorbeeld races die zich uitsluitend op de snelweg bevinden, maar je hebt ook races waar je alleen een begin- en eindpunt hebt, zodat je jezelf je weg moet navigeren, wat nogal een moeilijke taak blijkt te zijn wanneer je met 200 km per uur aan het rijden bent. De game is redelijk pittig, wat mede komt door de agressieve AI van de tegenstanders. Gelukkig is het niet zo wanneer je een race verliest die deze over nu moet doen totdat je hem uiteindelijk haalt. Zelfs wanneer je veel races verliest, zul je reputatiepunten ontvangen, zodat je progressie maakt in de game. Het is in theorie mogelijk om alles te verliezen en toch de game uit te spelen. In Midnight Club Los Angeles hoef je geen moment tegen de computer te racen wanneer je daar geen zin in hebt. Je kunt namelijk vrij gemakkelijk gebruik maken van de online multiplayer. Zo kun je met maar liefst 16 spelers online racen in Los Angeles in de online cruise modus. Wanneer je bezig bent in deze modus kun je de andere racers uitdagen voor een race, maar je kunt ook je eigen races maken door middel van de race editor. Midnight Club Los Angeles is in tegenstelling tot de rivaal Need for Speed wel gebaseerd op een echte stad, namelijk op Los Angeles, zoals de naam al doet vermoeden. De stad is niet één op één nagemaakt, maar al de kenmerkende gebouwen en dergelijke uit de stad zitten ook in deze virtuele versie. Ook kent de game een dynamische dag- en nachtsysteem, wat de game steeds een andere sfeer geeft. Net zoals in de echte stad ben je niet alleen en daarom zul je zowel voetgangers als auto's tegenkomen. Het aanpassen van je auto of motor naar keuze is nog nooit zo uitgebreid geweest in een Midnight Club titel. Je kunt namelijk bijna alles in de auto aan haar eigen smaak aanpassen, inclusief het interieur. Natuurlijk kun je ook je velgen, bumpers, deuren, ramen en andere dingen helemaal naar eigen smaak aanpassen, wat natuurlijk gaaf is. Vooral wanneer je met de bolide online gaat om hem daar te showen. Verder kun je ook nog foto's maken van je auto's en motoren om die vervolgens te delen met je vrienden. Midnight Club Los Angeles ziet er grafisch zeer goed uit. Stukken beter dan bijvoorbeeld de laatste paar delen uit de Need for Speed franchise. De stad ziet er overdags en 's nachts goed uit en ook de auto's en motoren glimmen zoals ze dat nog nooit hebben gedaan. Technisch is de game zeer indrukwekkend, vooral wanneer je jezelf bedenkt dat de game nauwelijks laadtijd herkent en geen last heeft van frame drops en dergelijke. Vooralsnog is Midnight Club Los Angeles de beste race game van 2008. Met veel features en gameplay modi weet deze game een gevarieerde game ervaring te bieden. De game heeft een leuke stijl en de game raced ongelooflijk lekker weg, wat natuurlijk essentieel is in een race game. Bovendien ziet de game er zeer gelikt uit en heeft het een fantastische soundtrack. Dit is een top game die je als racefan absoluut niet mag missen.